FAO-vertegenwoordiger Ruben Robertson heeft tijdens een bezoek aan Suriname de lopende projecten van FAO besproken met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken. Het gaat om 17 initiatiefprojecten die een totale waarde van 22 miljoen Amerikaanse dollar hebben in de vorm van subsidies. De projecten leggen het accent op voedselveiligheid en voedselzekerheid. De steiger langs de Saramacca-rivier te Groningen verkeert in een deplorabele staat en is wegens instortingsgevaar niet bruikbaar. Het commissariaat heeft een project ingediend bij het kabinet van de president voor de renovatie van deze steiger. Volgens DC Sherin Bansi zal het opknappen van de steiger het toeristisch gebeuren van het resort weer tot bloei brengen. Het project kost bijna 1 miljoen SRD en wordt eind maart 2023 opgeleverd. Geslaagden van de training textiele werkvormen voor gevorderden moeten een bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen hun gemeenschap. President Santokki, die woensdag de certificaatuitreiking van SAO-training bijwoonde, wees de groep op de mogelijkheden om goedkoop kapitaal voor kleine ondernemers aan te vragen. 16 cursisten hebben deze training succesvol doorlopen.